El invento más importante del mexicano es la televisión de colores. De kleurentelevisie werd uitgevonden door de Mexicaan Guillermo González Camarena. In 1940 vond hij als eerste een systeem uit om kleur weer te geven op televisie. Pas 27 jaar later konden de mensen in Europa ook in kleur naar televisie kijken. Guillermo was ook een van de stichters van Televisa. Dit bedrijf maakt de meeste telenovelas. Dat is een drama-tv-reeks waarin de acteurs een beetje overdrijven. In België zijn telenovelas gekend door de reeksen Sara en Louis Louise. Mexicanen zijn verzot op televisie. Van 's ochtends tot 's avonds speelt tv. In het restaurant waar ze eten, op hun werk of als ze moeten wachten op de taxi. Door de antenne valt het scherm soms weg. Tja, dan zal ik maar een dansje doen.